Ook in deze feestelijke uitzending daag ik een BN'er uit voor een duel. Hierbij maken we allebei gebruik van dezelfde gadget. Deze week neem ik het op tegen schaatskampioen Stefan Groothuis. Hey, Stefan. Goeiedag, hallo. Stefan Groothuis won in zijn schaatscarrière maar liefst 23 gouden medailles. Zijn beste afstand was de 1000 meter, waarop hij in 2014 een gouden plak won op de Olympische Spelen. Schaatsheld, man. Ja, maar ja, nu. Ja, nu dit? Wat is dit voor gekkigheid? Ik heb een vermoeden wat dit is. Ken je die, als je een hond hebt en dat je een balletje moet gooien? Ja, ja, ja. Hier kan je serieus een slinger mee. Goedemorgen. Hallo. Hey, hallo. Jorren. Ja. Hey, Stefan, hallo. Dit is presentator Jorn van Vrijaldehoven. Hij won vorig jaar de talentenjacht Screentest en is presentator van Ski & More. Hij weet alles over sneeuw. Ik ben jullie scheidsrechter voor vandaag. Echt waar? Jullie gaan het namelijk tegen elkaar opnemen in een sneeuwballengevecht. En dat kan je natuurlijk op een normale manier doen, maar jullie krijgen van mij deze gadget mee. Dat is de Snowball Scooper. En daarmee kun je de perfecte sneeuwbal maken en kun je 3 keer zo hard gooien. Dus dit gaat pijn doen, jongens. Cool. Dit ken ik, want dit is dus een remake van een eerdere battle die ik ooit gedaan heb in Finland. En dat ging me niet in de koude kleren zitten. Die gadget was echt geen denderend succes. Ik verloor kansloos van de vijfvoudige Europese kampioen Yuki Gasse. Zo heet de officiële sneeuwbalgevechtsport. Maar ik krijg een nieuwe kans. Zet hem op. Er is alleen één probleempje, denk ik. Oh. Er is nog geen sneeuw, maar daar weet ik iets op. Nou, mannen. Als ik iets beloof, dan beloof ik iets. Okay. Met dit poeder kan je dus gewoon je eigen sneeuwballen maken. Maar je moet wel even goed opletten op de verhouding water en poeder. Als je alles goed kneedt, kan je zelfs in de zomer bij 40 graden je eigen sneeuwballen gevecht houden. Mannen, zo. Hoe gaat het met de sneeuw? Ach ja, het is net echt. Nou, als jullie er klaar voor zijn, dan kunnen we zo gaan beginnen. Oké. Okay. Okay. Ja. Mannen, we gaan zo dadelijk 3 rondes spelen. De bedoeling van het spel is om elkaar zo vaak mogelijk te raken met een sneeuwbal. Per keer dat je elkaar raakt, verdien je 1 punt. Zien jullie die vlag aan beide weerszijden van het veld staan? Ja. De bedoeling is om die vlag van de tegenstander te veroveren en weet je hem terug te brengen naar achter jouw eigen lijn, verdien je daarmee 10 punten en is de tijd gestopt en het spel afgelopen. Succes. Succes. Jij ook. Succes. Heren, klaar? Yep. Op mijn fluitsignaal beginnen we. Juist. 1 hit voor Stefan. Oh. 2 hits voor Stefan. Klaas gaat er vandoor. Klaas gaat er vandoor met 10 punten. Yeah. Heren, klaar voor de 2e ronde? We hadden echt even op de mix moeten letten. Deze biologisch afbreekbare sneeuwballen zijn een beetje waterig. Voor Stefan! Yes! Ja, man. Lekker. Oh, niet normaal. Mag ik een hele kleine break? Ja, zeker. Hele kleine break. Even op adem komen. Ik moet even op adem komen. Oké. Nou, neem een kleine pauze over 5 minuten hier terug. Ja. Wacht maar, Stefan. It's payback time. Voor deze jubileumshow krijg ik een cadeautje. Een bladblazer als sneeuwkanon. Heren, klaar? Ja. Stefan! 2 hits voor Stefan! 3 hits voor Stefan! 0 voor Klaas! Jongen, jongen, ik dacht Stefan te slim af te zijn met dit geïmproviseerde sneeuwbalkanon. 3 voor Klaas! Ah! Maar dan moet hij het natuurlijk wel doen! 4 hits voor Klaas! Hey, dan neem je even de tijd! Zo, mannen, dat ging er hard aan toe. Zo moet het. Degene die zo dadelijk met de winst naar huis gaat, heeft in deze 3e ronde
maar liefst 15 punten gescoord. Wow. In de derde ronde. En diegene, dat is... Dat is Stefan! Yes! Yes! Hij is toch lekker gespeeld, joh. Ja, dat zeg je ook omdat je gewonnen hebt. Nou ja, de waarheid is, ik had natuurlijk een gadget meegenomen. Telt gewoon niet. En het is een feestelijke uitzending. Ik wil ook dat het jouw feestje is. Ja, bedankt. Ook dit sneeuwballengevecht heb ik verloren. De afgelopen 5 jaar heb ik nog geen kwart van alle duellen gewonnen. Bloedstollend spannend! Oh nee, dat was wat anders. Klaas kan alles, daar kijk je naar. En als je een ander duel wil zien, moet je even hier klikken. Daar kan je je abonneren. En hier vind je andere vette opdrachten. Lekker kijken, veel plezier.